De kamerolifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve logge lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige bewegelijke principe aan het statische totaal. Paren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 x 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het wulpse olifantenwijfje Parkie op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppen van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen. Het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte om de steeds gapender anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier, een olifantje, om te zoenen zo klein.
Kom eens inderdaad zijn collega-vogel toch een beetje als een soort wolf of hert horen? Ja, hangt vanaf of je vrouwtje of mannetje bent. Oh. Ik denk als een mannetje dat hoort, dat het zoiets is als ze scheer je weg uit mijn territorium. Maar ja, als het een vrouwtje is, dan is het zo van, kom hier, ik heb een fertile man, ik kan goede nakomelingen krijgen. Ik heb geen vrouwtjes naar binnen zien komen, Rob. Nee, het is een beetje een misser, misschien nog een keer oefenen. Ja, maar voelde je nou ook een beetje een vogel? Want daar ging het natuurlijk om, hè? Nou ja, dit is inderdaad wat ik net zeg, die schakeling die je moet maken, dat jij denkt inderdaad wel dat het zo'n hoog geluidje is, maar ja, dat die vogel dat waarschijnlijk heel anders ervaart. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, het was vooral de eerste keer dat je dit doet, is het vooral lachen, maar het geeft inderdaad wel een beetje een vogelidee. Oké, dus ja, het is natuurlijk heel grappig en leuk en zo, maar het is toch niet helemaal onzin, hè? Er zit toch wel een beetje een wetenschappelijk tintje aan, Thijs? Ja, ik heb biologie gestudeerd en de hele fysiologie van een vogel die is ook een stuk sneller dan die van ons. Bijvoorbeeld zijn hart klopt veel sneller. Ja. Dus ik denk echt dat, dat er zeker inhoudelijkheid in zit dat vogels alles een hoger tempo doen dan wij doen. Ja. Ja. Wat is nou het volgende project? Dat we gaan bewegen als vogeltjes, nesten bouwen, dat soort dingen? Ja, ik heb nog wat dingen op het programma staan. Ik wil een muziekstuk gaan maken wat gebaseerd is op de vertraagde vogelgeluiden. Echt waar? Ja. Dus het wordt langzaam gespeeld en daarna versneld? Zoiets, ja. Ja, wacht erop, wil nog wat vragen. Ik ben zo benieuwd, Thijs, wat doet een pimpelmees als die mij nou hoort? Oh ja. Ja, ik heb deze versnelde geluiden afgespeeld in het natuurgebied. Dat heb ik met een winterkoninkje gedaan. En het grappige was, de winterkoninkjes kwamen naar mij toegevlogen. Die dachten dat het een echt winterkoninkje was die aan het zingen was, terwijl het mijn stem versneld was. Zo goed is het. Nou, we ronden af met een grapje. Je moet het even laten horen, want ik heb hem ook even laten vervogelen, maar dan heel erg kort. En dat klinkt zo. Een de goede luisteraar die heeft het natuurlijk gehoord. Dit was Jeannette Paramoor voor Vroege Vogels. Kijk, ik denk dat Rob en straks Jeannette, als ze naar buiten lopen en dit geluid laten horen, dat er allemaal vogeltjes op ze afkomen. Gelijk op hun hoofd zitten. Dat kan niet dan. Ze hebben er het kapsel voor, hè? Van die lekker gezellige vogelnestjes. Deze uitzending vragen we iedereen die hier aan tafel aanschuift naar zijn of haar Vroege Vogelsmoment. Maar een enkeling kan er... dat doen we speciaal voor jou. Kan er live niet bij zijn, maar die horen we op een bandje. Hier is het Vroege Vogelsmoment van professor Pieter van Vollenhoven. Vroege Vogels houdt je niet alleen op de hoogte van de zorgen die er zijn, maar Vroege Vogels houdt je ook op de hoogte wat je er zelf aan kunt doen. En dat laatste vind ik eigenlijk van groot belang. Want in dat kleine tuintje, al heb je een dakterras, dan kan je altijd voor vogels nog wat betekenen. En bij Vroege Vogels in die 33 jaar word je altijd wel geattendeerd wat je kan doen. Ik zal nooit zelf vergeten eigenlijk dat de ziekte was bij de groenlingen, dat die het geel hadden. En waar ik toen ook, toen ik erop geattendeerd werd, zag dat ik een aantal groenlingen had gevonden eigenlijk die ziekte hadden. En ook wat je dan geleerd werd om dan niet meer te voeren, want anders breng je die besmettelijke ziekte over. Nou, dat soort kleine praktische dingen, terwijl ik altijd neiging heb dat ik het zielig voor die vogels vind en dat je altijd toch moet blijven doorvoeren, ook in verboden seizoenen eigenlijk, dan leert je Vroege Vogels toch wat te doen als je die vogels op prijs stelt, als je het leuk vindt dat ze rond je heen vliegen, wat te doen om dat zo te laten zijn qua nesten en alle dingen qua voer. Dus ik ben altijd zeer verrukt van Vroege Vogels die vertelt welke zorgen er zo zijn in de natuur en ook wat je er zelf aan kan doen. En dat, ja, dat hecht ik veel waarde aan en kennelijk gelukkig velen met mij, anders zou het programma nooit zo lang bestaan. Dus ja, zonder Vroege Vogels is er eigenlijk geen start van de zondag denkbaar. Pieter van Vollenhoven. Het is tijd voor de derde en laatste aflevering van onze grote Vroege Vogels Radio Quiz. Ja, dan gaan we met de laatste 6 vragen. Ik moet nog even iets toevoegen aan de vorige serie vragen. Letty Kosterman is vertrokken in 1992 en is vertrokken, dat even voor de goede verstaander, in goede harmonie. Daar gaan wij. Vraag 13. Maak uw aantekeningen, raadpleeg uw eerdere resultaten. De merel won de vogel top 100 verkiezing. Vorige week ook nog prominent te beluisteren. Maar welke arme vogel stond op de 100ste plaats? Wie weet het nog? Wie was vogel nummer 100? Deze. Nico de Haan is van deelneming uitgesloten. Daar, Andrea. Het paapje, inderdaad. Dat komt nou allemaal door de ontkerstening. Het is toch vreselijk, ja. Andrea, deze vraag zal je ook bijzonder interesse inboezemen. Wie was in centimeters de kleinste presentatrice van Vroege Vogels?
Allee, wie mag ik horen? De kleinste presentatrice. Lisa was ook niet groot. Lisa! En Lisa is inderdaad goed. Zeg maar, luister, nu heb Andrea al twee vragen goed. Bij het afscheid van Andrea, die toen in goede harmonie is vertrokken, als ik me goed herinner, werd er een officiële meting gedaan en daar is wetenschappelijk aangetoond dat Lisa nog veel kleiner was. Veel kleinerder, absoluut. We gaan naar vraag 15. Schrijf jij even op, Joost. Heb je hem trouwens niet, heb je niet een blazer? Nee, oké, goed. Twee goede vragen al voor Andrea. Vraag 15 alweer. Oh, dat is een mooie vraag. Wie is de componist van De Vroege Vogels? Tune, met de B-vraag. Welk instrument is in de oorspronkelijke versie het meest belangrijk, het meest prominent? Allereerst, wie is de componist? Vivaldi. Ja, weer Andrea. Ja, nu is het mooi geweest, Andrea. Geef de andere mensen ook een kans, ja? Andrea, maar je weet niet toevallig de B-vraag of durf je nog niks meer te zeggen? Nee, oké, okay, wie weet de B-vraag? Wat is het meest prominente instrument bespeeld door Michala Petri? Nee. Het is eruit geknipt in onze tune-versie. Goed maar. De blokfluit, hè? Dat is geen altruiter onze muziek samenstellen. Ja. Volgens mij is het publiek helemaal nog niet wakker. Maar in ieder geval de medewerkers wel. Dat scheelt alweer enorm, ja. We doen nog een tune uit het verleden. Deze dateert ergens uit de jaren 80. Toen had ik in Vroege Vogels een kringloopwinkeltje, het Malle Pietje. En later had ik een verantwoord restaurant in de kelder van het Vara-gebouw. En het restaurant had een eigen tune en die klonk zo. Hoe heette het restaurant dat door Ivo werd gedreven in de kelders van het Vara-gebouw? Eenmaal, andermaal, niemand is ooit komen eten. Nee, het was ook eigenlijk een radiorestaurant. Dat heette, zullen we hem laten horen? Nee, we hebben hem niet, geloof ik. De Lepelaar. Het was de Nee, nul punten voor iedereen. Het is erg jammer, maar goed. De eerste prijs is toch 33, 1/3. Vraag 17 door 1 na laatste vraag. Een van de meest gedenkwaardige uitzendingen in mijn presentatieperiode was een special over een zeer bedreigd natuurgebied waar een kerncentrale zou komen, waar een weg doorheen moest, waar massarecreatie zou komen. Een gebied dat niet bestond. De Kleine Moet Plassen, ja, heel goed beantwoord. Heel goed. Waarom heette dat De Kleine Moet Plassen? Ik had dat imaginaire gebied al bedacht, maar ik kon geen goede naam bedenken. En toen zei mijn vrouw, sprekend over onze dochter die toen nog klein was en 's avonds moest worden opgenomen, Ivo, De Kleine Moet Plassen. En zo kwamen De Kleine Moet Plassen aan hun naam. We zijn aan het eind. Laatste vraag, nummer 18. Vroege Vogels is zelf vaak vernoemd. Er is een Vroege Vogels pad, een Vroege Vogels kijkhut, een Vroege Vogels eiland in Polen, een Vroege Vogels park in Oegstgeest. Maar er zijn ook twee zoogdieren vernoemd naar Inge Diepman en naar mij. Wat voor zoogdieren waren dat? Inge mag niet meedoen. Zeehonden. Nee, niet zeehonden. Otters. Het verhaal van de zeehonden, dat werd trouwens geroepen door mevrouw De Wijs. Heel goed, mevrouw De Wijs. Er waren twee otters die waren genoemd naar Inge en naar mij. En ik heb gehoord dat Inge en Ivo het ook vaak gedaan hebben. De andere verhalen vertel ik weer. Nu de prijzen. Andere keer. Andere prijzen. De eerste prijs gaat naar Hilda van Inge, oprichter van Vroege Vogels. De tweede prijs gaat naar de mevrouw achter Kees Moeliker, want die was ook behoorlijk bij de tijd. En de derde prijs gaat naar Andrea van Pol. Ivo, dankjewel. Prachtige prijzen. En bovenal, behalve Ivo, bedanken wij onze luisteraar die al 33, 1/3 jaar heel trouw naar ons luistert. Geweldig. Blijf dat doen. Wij gaan door tot 2026. Hopelijk. Ach.